dan zitten we hier in het oude strandhuis. Maakten we toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Nou, we hebben wederom 24 demo's gehad. En dat is inderdaad weer van fanfares tot koren. We hebben wederom vogels gehad in de winkel. We konden sjoelen, voetballen, gimmen. Eigenlijk alles. Ja, ik sta je vooral te vertellen, maar eigenlijk heeft Kees alles vooral veel met de verenigingen afgestemd. Maar ook alles wederom geteld, die 84.000 centjes. Dus ik wil eigenlijk vragen dat jullie Kees een applaus voor even horen. Ja. We beginnen met de eerste, dat was vorig jaar ook de laagste, maar dat is de Brits Club Aldena. Als tweede hadden we de tennisvereniging De Hei in Nieuwendijk. Als derde hadden we regionaal. Als vierde vereniging hebben we schaakvereniging De Watertoren. Als vijfde Martin Sjoelvereniging Aldena. Ik ben met mijn kinderen aan sjoelen, maar die vonden dat geweldig. Als zesde hadden we Oranjevereniging Prinses Margriet, maar die hebben ze inderdaad ook afgeweld. Als zevende sportvereniging Zilvermeeuw Aldena. Als nummer 8 hebben we tennisvereniging Almkerk. Als 9e fanfare Wilhelmina. Als nummer 10 stichting muziektent Almkerk. Nummer 11 is fanfare Juliana. Nummer 12 is oranjevereniging Beatrix. Nummer 13 is de postzegelvereniging Alphen. Dan krijgen we als nummer 14. De fanfare ONS uit Nieuwendijk. Als nummer 15 de vogelvereniging De Rietzakkers. Dan als nummer 16 Hans Altena Roodrunners. Nummer 17 is Nieuwendijkse Oranjevereniging NOV. Nummer 18 mijn buren, Dussense Boys. Hoor ik mezelf even? Nummer 19 is IJsclub De Weide Alm. Nummer 20 uit Dussen, de Dussense Gymnastiekvereniging. Nummer 21 na een spetterend optreden, het A27 Nederpopcorn. Dan nummer 22 zijn de Drakenbootracers Almkerk. En nummer 23 is IJsclub De Pompen. En 24 is de Almkerkse Muziekvereniging Nooit Gedacht. Nummer 25 en dat is Kunstlicht Almkerk. Nummer 26 is Oranjevereniging Almkerk. Nummer 27 is de VW Oppenaars. 28 is Europa Run Team Almkerk. Ik wil er toch even hardop zeggen hoe bijzonder ik vind dat jullie dit doen. Dan hebben we 29 Stichting Vrienden Stromerland. Ja. Nou, dat jaar uit het bestuur gaan. Dat was mijn laatste zetje. Hij heeft toch nog een slag terug. Nummer 30 is ACKC. Ja. Ik denk dat we met z'n allen heel trots op mogen zijn dat Albert Heijn Almkerk dit zo wil ondersteunen, ons als verenigingen. En ik zou graag namens ons allemaal enorm. Dan gaan we nummer 31, dan komen we de laatste drie aan. Nummer 31 is voetbalvereniging Almkerk. Nummer 32 is de Zonnebloem. En de laatste, dat is dus inderdaad, was onze bonusbox. Ja. Die hebben het hoogste bedrag opgehaald. Als je het één haalt, dan moeten we het met drie delen. Ja, dat geeft helemaal niet. Wij zijn van delen. We hebben drie checks, dus graag. De Thomashuis, het Koorhuis en de Plantaar. Wij gaan het geld gebruiken voor een belevingskoffer te kopen. En een belevingskoffer is, jij hebt belevingstafels, die zijn heel groot. Belevingskoffer is wat kleiner. En daar kun je digitale spelletjes mee doen. Ik denk dat het Koorhuis, dat wij er aan de bewoners zelf over gaan laten van waar het geld naartoe gaat. Zij hebben een aantal ideeën, dus dat wordt nu bij de volgende bewonersvergadering voorgelegd. En dan zullen zij gaan beslissen waar het geld naartoe gaat. Ja, bij ons was het al bekend. Het maakte niet uit wat ze zouden winnen, zeiden ze. Maar ze wilden graag zwemabonnementen. Dus elk kind krijgt een zwemabonnement. Dat was hun wens. Dus die gaan we zeker vervullen.
Dennis, voor de tweede maal de zetjesactie. Waarom is er besloten om door te gaan daarmee? Eigenlijk vooral omdat dat we vorig jaar toch wel een groot succes is geweest. Vooral de hoeveelheid verenigingen die mee hebben gedaan. En het is voor ons wel makkelijk. Voor ons is het erg makkelijk dat de klant bepaalt waar de bedragen naartoe gaan, zeg maar. Dat wij er niet meer verantwoordelijk voor zijn, maar dat de klant het doet. En uiteindelijk krijgt iedereen iets. En het is wel. Verder moet ik eerlijk zeggen, zijn we redelijk gestopt met sponsoren. Dus we doen deze grote actie en dan heeft iedereen iets. Er zijn 33 verenigingen, stichtingen gelukkig. En dat is ons vorig jaar eigenlijk zo goed bevallen dat we het eigenlijk nog een keer hebben gedaan.